Kevin Schelvis, ik dacht ik laat je bewust even met rust vlak na het fluitsignaal, want jullie waren pissig hè, op elkaar. Nou ja, op elkaar. Ja, zo kan je het wel noemen. Nee, we spraken elkaar net al en je gaat met 2-0 de rust in. En je speelt ze eigenlijk van het kastje naar de muur. En ja, we zitten in de rust en we spreken elkaar ook aan van we gaan weer fel beginnen. En nou ja, op zoek naar die 3 en misschien dan de 4-0. En dan is een wedstrijd klaar. Maar we beginnen niet best. En ja, dan valt ook jammer genoeg zo'n 2-1 en dan uiteindelijk nog een 2-2. Ja. Kan je het verklaren, dat verschil tussen helft 1 en helft 2? Nee, ja, eigenlijk niet. Normaal starten we eigenlijk de eerste helft wat minder. En na tactische omzettingen dan spelen we eigenlijk de beste wedstrijden met de tweede helft. En nou ja, vandaag was het andersom. Hebben jullie zelf dan in de vingers gesneden? Ja, qua punten wel, ja. Zeker als je de uitslagen ernaast ziet. Er vallen nog 2 rode kaarten. Is het moeilijk om daar nu iets over te zeggen? Ja, nou ja, kijk, die van Marvin, ja, daar kunnen we over twijfelen of hij achter of voor de lijn is dat hij hem tegenhoudt. Want hij slaat hem eigenlijk uit de goal, hè? Nou ja, dat hoor ik. Kijk, het was achter mij, ik sta ervoor, dus ik heb het ook niet gezien. En nou ja, bij Broekhuis is het ook aan de andere kant van het veld, dus dan kan ik het ook niet beoordelen. Je hebt er dit seizoen collega-keepers bij, volgens mij. Ja, nou ja, met David en met Jordi, of met Marvin gaat het hard, inderdaad. Nou ja, het is jammer. En ja, ik moet zeggen, kijk, afgelopen wedstrijden heb je toch wel vlaggers die nou ja, niet zo heel veel zeggen. En deze man trekt wel nou ja, zijn mond open. En toch een best wel nou ja, discutabele beslissing die hij neemt. Dus dan moet hij het nou ja, naar mijn zin echt goed hebben gezien. En anders is het nou, nog zuurder. Ja, maar ik sprak Jordi Groot. Die zei uiteindelijk wel, weet je, dan sta je met 9 man. Dan moet je eigenlijk nog blij zijn dat het ook gewoon nog 2-2 blijft ook. Nou ja, dat denk je wel, maar voor mijn gevoel waren zij daar meer blij mee dan wij. Want nou ja, zelfs met 2 man minder bleven ze nog inzakken en lieten ze ons nog steeds komen. Het leidde niet meer tot hele grote kansen, maar ook niet bij hun. Terwijl je toch wel 2 man minder hebt inderdaad. Ik zie daar je gezicht, je baan nog steeds hè? Ja, nee, inderdaad 2 weekjes achter elkaar concurrenten laten hoop liggen. Maar ja, je pakt eigenlijk net niet de puntjes die je verdient en eigenlijk moet hebben ook gewoon vandaag weer. Je hebt nou 1 weekje rust. Is dat prettig of juist vervelend? Nou, de groep is weer compleet en fit. Ja, het maakt niet heel veel uit, denk ik. Wat denk je, komende week nog een straftraining van Sjaak of niet? Nou, ik denk het niet. Hij gaf het compliment in de rust. En ja, kijk, we spelen een hele slechte tweede helft en we doen het zelf. Kijk, het is niet dat de scheids of Heerenveen het doet. We spelen gewoon zelf onder ons niveau. Met onze ploeg moeten we ze gewoon oprollen en dan ja, die derde, die vierde en die vijfde maken. En dan nou ja, gaan ze met de staart tussen de benen weer naar Friesland. En dat laten we na. Dankjewel. Graag gedaan.